kom ik jou niet. Rustig aan, okay, tot zo, mooi. Dankjewel. Wij zijn zullen voor de dag. Maar daar gaat het om. Dat dat de tijd krijgt om de echte probleemgevallen aan te pakken. Weg met die larmen. Ja, ik vind het echt een leuke manier. Vindt u ook niet leuk? Ja, komt u mee? En u zit in mijn haar. Nee, maar ik ben toch heel correct nou eens, hoor. Ik ben toch correct nou eens. Het eindeloos hetzelfde vraag. Nee, het is niet eindeloos. Ik heb het heel correct aan. Daar is het gat van de deur. Het eruit nu. Dan moet u zien. Dus u filmt hier in mijn huis terwijl nee, dat u woning. U nodigt mij uit. Ik heb u gezegd dat u weg moet wezen. Weg nu. Daaruit. Ga uit mijn huis weg. Nee, dus met andere woorden, je mag niet eens nadenken in dit land. Wat is je advies nou, schat? Gewoon rustig blijven. Vanavond. En ik zou toch eens. Ja, ik zou toch eens een beetje denken aan lichte seks, Pim. Gewoon. Want dit schiet niet op, hoor. Nou, Pim, ik wil het niet echt over politiek hebben. Nee, graag. Maar ik wil het wel meer over de roddels hebben in de politiek. Is het waar dat meneer Smulders met die Irena, weet je wel, die Miss Holland, is daar nou iets gebeurd? Hebben ze nou... Nou, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar als je naar de omstandigheden bij ons op kantoor kijkt, dat is een grote kantoorhal waar ze met iets van 10 mensen hebben gewerkt. Dan vraag ik me af, waar moet dit in hemelsnaam gebeurd zijn? Het is natuurlijk een kantoorruzie waarvan er dagelijks in Nederland niet 13 in een dozijn zijn, maar 16 in een dozijn. En dan moet je, en dan zie je hoe vreemd publiciteit werkt. Daar wordt dan ineens een enorme hoeveelheid aandacht aan besteed. Stukje uit de story. Het is lullig natuurlijk dat hier deze foto bij staat bij het overlijden van je vader. Dat is ook niet de bedoeling, maar het gaat om... Ja, maar dat deed ze dus wel, hè? Ja. Hé, hey, luister. Maar dan zie je dus zo'n heel triest verhaal, hè? Want ik heb helemaal niet met ze gesproken. Maar ze weten precies wat ik voel en wat ik denk. En dan moet ik wel ontzettend om lachen. En ik kan me nou ook wat beter invoelen hoe jij daartegen aankijkt. Want dat maak jij natuurlijk ook mee. Nou, en dan gaan ze, en dat is het hypocriete, daaronder iets doen alsof ik, want dat zou de suggestie kunnen zijn, seks zou hebben gehad of zou willen hebben met de staatssecretaris van Financiën, hoe heet hij nou ook alweer? Ja, dat is een heel Wouter Bos, yes. Van de Partij van de Arbeid. Terwijl het enige, ja, dat moet je dus afleren als politicus kennelijk, ik er ooit eens een grap over heb gemaakt. Ik zeg, nou, als de Partij van de Arbeid die nou als lijsttrekker had genomen. Ik zeg, die is aantrekkelijk voor zowel mannen als vrouwen. En ik vind het wel een lekker ding. Dus je zou wel seks met hem willen heeft als het zo uit zou komen? het gebeurt natuurlijk niet. En hij zegt zelfs heel hard dat hij hetero is. Dus voor die man zou het een straf zijn. Vooraanstaand politicus verslaafd aan SM-seks. Heb je enig idee over welke politicus vooraanstaand dit gaat? Nou, dat moet... Ja, ik weet dat er roddel over Melkert gaat. Maar jij kan dat niet bevestigen natuurlijk. Nee, ik kan de roddel bevestigen, maar... Kijk, ik kan je wel zeggen, wij hadden toen bij Leef met Nederland, toen begon... Toen kwamen ze daarmee, het campagneteam. Toen heb ik tegen ze gezegd, als we die kaart gaan spelen, dan gooi ik onmiddellijk de handdoek in de ring. Ja. Want ik vind, dat heeft geen pas, dat doe je niet. Mensen hebben ook nog een privéleven en al helemaal... ja, men zegt dat maar. En hoe moet zo iemand zich daartegen verdedigen? Er gaat een gerucht, en ik zeg erbij gewoon een gerucht, dat jij het dan eventueel zou doen met minderjarige Marokkaanse jongens. Afgeestelijk. En darkrooms. Nee, ik weet wel waar het vandaan komt. Ik heb toen, een aantal jaren geleden, toen wij hier een enorme toestand hadden over pedofilie. Daar heb ik dus een uiteenzetting over gegeven. En daar zijn dan die rare mensen, zelfs een website was er geopend toen ik lijsttrekker werd van Leven Nederland. Waarin men zich kon aanmelden als men wist dat ik pedofiele contacten had, et cetera. Nou, die seksuele... Ik ben wel homoseksueel, maar het is niet hetzelfde als pedofiel. Nee. En ja, dat ik mannen interessant begin te vinden, nou, dan loopt het toch wel tegen de 30. Ja. Lijkt me geen pedofiele relatie. Nee. Politicus is nog steeds verliefd op 14 jaar jongere fotograaf. Hij is 13 jaar jonger. 13 jaar, maar dat was wel... Daar hebben ze dus ook nog... Ja, nog steeds, ja. Ja. Het is nog steeds... Een grote liefde is een grote liefde. Ook als het niet gaat. En dat blijft in je hart... Dat blijft in je gevoel. Absoluut. En dat is aan de ene kant verdrietig en aan de andere kant is het fantastisch. Want er zijn heel veel mensen die mij dat niet na kunnen zeggen. Dus ik begrijp wel dat ik een rijke man ben.
Als het Pim Fortuyn niet lukt om zijn oude dag te slijten met een levenspartner, beschouwt hij zijn leven als mislukt. Nee, onzin. Zo kan hij wel weer, hè? Onzin. Onzin. Het zou wel leuk zijn als het wel zo is, ja. Natuurlijk. Nou ja, en anders dan doen wij toch de laatste dagen met elkaar. Dat komt dik voor elkaar. Wordt heel gezellig. We hebben in ieder geval publiciteit. Zo is dat. Pim, heb je nog een lekkere vette roddel uit het Haagse circuit dat je zegt... Nee. Wat ik nou toch weer gehoord heb of meegemaakt heb? Nee, het is daar zo saai. Meen je dat nou? Nou, tenminste, maar misschien komt het omdat ik nog geen insider ben. Maar als ik het weet, dan ben jij de eerste.